De Internationale Dag van de Vrouw wordt vandaag wereldwijd gevierd, ook in Suriname. Deze dag is ingesteld naar aanleiding van de eerste staking van vrouwen in de textiel- en kledingindustrie in New York op 8 maart 1908. De vrouwen staakten voor een 8-urige werkdag, betere arbeidsomstandigheden en kiesrecht. Deze staking vormde het begin van de emancipatie van vrouwen en de strijd tegen vrouwendiscriminatie. Onze nieuwsdienst ging vanmorgen op pad om vrouwen te vragen wat deze dag voor hen betekent. Voor mij? Een gezellige dag. Waarom zegt u dat? Omdat elke dag voor mij een vrouwendag is. You know, because mama see wo, want ma eerste zo'n day etaki giyo, e betekent giyo. Betekent nee, po si unor ko tranga alasani, tide alibi deso, ano man do next moro sa godo. Dat is wat ik. Voor mij, ik ben blij met deze dag. Dat de vrouw extra in de bloemetjes wordt gezet. En ook al zou je niet gezet zijn, ik neem elke dag, ik maak elke dag dat het een vrouwendag voor mij is. De dag waarop je jezelf mag zijn als vrouw nu. Dat je dwars door alles heen jezelf zijn. Je mag hulp hebben of zo, maar je moet weten waarvoor je gaat en waarvoor je staat. En dat je niet laat leiden door bepaalde dingen. Je moet gewoon weten waar je naartoe gaat en wat je hebt en wat je wil. En dan lukt het wel. Een heel belangrijke dag. Chiquita had nog een mooie boodschap voor de Surinaamse vrouw in verband met de Internationale Dag van de Vrouw vandaag. Laten we een voorbeeld zijn. Want veelal willen we allemaal een rolmodel hebben om te komen waar we moeten zijn. Maar probeer eerst te weten wat je wil, waar je wil gaan en dan een rolmodel te zijn voor jezelf. En dat je aan de anderen dan bovenop trekt. En zo kan je ook gewoon een getuigenis zijn voor anderen. Wat bij een ander lukt. Bij jou lukt het misschien iets minder langzaam, maar je komt er wel. Maar zolang, zolang je maar respect voor jezelf en voor je medemens, dan kom je wel waar je moet zijn. Maar je moet altijd jezelf zijn en een voorbeeld zelf zijn voor jezelf. En dat het niet moet zijn van doordat die ander dit heeft gedaan, dan doe je dit ook. Maar gewoon weten wat jij wil, want alle geluk is niet, ieders geluk is niet hetzelfde. Iemand kan dat worden en dat is jouw geluk op dat gebied. Niet te zijn wie een ander is, gewoon jezelf zijn en daarvoor gaan. En dat was Chiquita, medewerker van de winkelzaak Senso. We spraken met haar en verschillende vrouwen over de betekenis van de Internationale Dag van de Vrouw vandaag.